wilde een restaurant creëren die de mensen moet prikkelen om naar binnen te komen. De buitenkant is een harde schil. En die harde schil zijn zeecontainers en een tentoverkapping. En de binnenkant is echt ja, wat wij een paleisje noemen, zeg maar. Het duurt te lang. Nee, hij is goed, man. Ik vind hem goed. Het is een dippie met artisjok en spinazie. En dan leuk in een bakkie. Dus... Fucking heet, jongen, dit. Hallo, dames. Daar word je vrolijk van, hè? Ik ben gestart met samen met mijn vrouw. We hebben heel veel leuke dingen samen meegemaakt, maar uiteraard ook wat moeilijke dagen meegemaakt. Maar ik had het niet zonder haar kunnen doen. En ik hoop dat het ook voor haar geldt dat zij het ook niet zonder mij kon doen. Maar we zijn wel echt wel een team. En een team versterkt elkaar. En dat, zo proberen wij het ook te realiseren. Ik probeer mijn tekortkomingen aan te vullen. Ja, schat. Ik had het wel zonder jou gekund, hoor. Het idee is, even kijken, ongeveer 8 jaar geleden, misschien wel 8,5 jaar geleden ontstaan. En heel eenvoudig. We waren op vakantie in Turkije, in Istanbul. En daar hebben we een hele grote nomadentent gezien. Maar de tent was van geitenhuid gemaakt. Maar dat had zoveel uitstraling, ondanks dat het zo primitief eruit zag, had het zoveel uitstraling voor ons en warmte. Dat we het gevoel hadden van daar moeten wij zelf ook iets mee gaan doen. We zijn aan de naam gekomen door de hulp van mijn zwager Baki. Obba is een woord uit de tijd van de sultan. In die periode waren er geen hotels, dus hij nam een hele luxe tent met zich mee. En zo'n luxe tent noemden ze vroeger een obba. Daar kon hij mooie kamers in maken voor zijn haremvrouwen, voor zijn soldaten, een keukentje, noem maar op. En nou ja, dat hebben wij hier een beetje proberen te vertalen naar onze tijd. En zodoende hebben we het woord obba gebruikt als bedrijfsnaam. Ik neem mijn personeel aan op ja, sowieso kwaliteit en ervaring wat ze hebben. En zeker op onze cultuur een beetje. Dus gewoon echt, ik heb van allerlei mensen lopen. Ik heb Turks mensen, Surinaamse mensen, Marokkaanse mensen en Nederlandse mensen. Om een beetje een cultureel geheel te maken in ons bedrijf. Buiten de 4 mensen hebben we 0-urencontracten, omdat we sowieso proberen we zoveel mogelijk uit onze eigen buurt te halen aan personeel. Dus de meisjes en de jongens die komen werken, of de jongvolwassenen inderdaad, uit Afrikanenwijk, uit de Kop van Zuid. Heel weinig meer, of Charlo's komen heel veel gasten vandaan, of personeelsleden vandaan. Maar dat doen we bewust, omdat we vinden dat de eigen economie in deze omgeving, net zoals de bakker, de groente, de slager, ook zoveel mogelijk uit de buurt moet komen om het hier wat beter te maken voor iedereen. En het is ook makkelijk voor mij, want als ik te weinig personeel opstaan en ik heb te veel gasten staan in 1 keer, dan kan ik even iemand bellen en dan komen ze op de fiets aanrezen. Dus het heeft 2 kanten. Champignons moesten we hebben. Kijk, dit zijn niet die hele zoete, toch? Die hele zoete. Maar die, daar hangt een prijskaartje aan vast. Ja. Ik kom hier heel graag omdat ik een beetje kan snuffelen, verse producten kan zien, aanraken, proeven ook. Het moet eigenlijk wel een beetje rijpen hoor. Hij is wel lekker. Ik let heel veel op versheid van producten, kleur, smaak, prijs. Dat zijn wel hele belangrijke dingen voor het restaurant om in de gaten te houden. Nu is die jong, ja, zuur. Ik wil graag afrekenen. Ja. Mahmoud, ja. Heb je nog lekker vlees voor me? Ik heb inderdaad lekkere biefstuk voor je. Ja? Ja. Hij heeft een hele goede service voor ons. Op het moment dat we hem bellen en we hebben iets nodig, we komen iets tekort, staat hij er voor ons.
Ik kan naar hem toe gaan en zeggen van joh, dat wil ik hebben, kan je dat voor me maken? Kan je me tips geven hoe ik dat moet bereiden? En dat is wat hij dan gelijk voor me doet. En dus de hele korte lijnen, de informatie die hij me kan verschaffen. En ja, hij heeft waanzinnig vlees schoon. Klaar, punt. 665. Dat is een duur stukje vlees. Hey! Hey! Meneer Boyd! Heb je alles meegenomen? Nee, natuurlijk niet, dat weet je toch? Dat is Stan, hè? Hoi, hoe is die? Ik doe met betrekking tot administratie heb ik een klein deel. Ik doe de personeelsadministratie, dus een klein gedeelte daarvan doe ik. En ik doe de omzetregistratie doe ik. En de rest laat ik aan hun over. Salarisadministratie in de zin van salarisstroken, berekeningen, jaarcijfers, belastingaangiftes, al dat soort zaken. Zeg maar de financieel moeilijke zaken die laat ik aan hun over. Ja. Boyd, ik heb een tasje meegenomen. Ja, ik heb een tasje meegenomen met alle stukken. Het papierwerk was eigenlijk voor ons het allermoeilijkste. We zijn 2 jaar bezig geweest met vergunningen rondkrijgen. Dat was het. Dat alles waar ze trajecten. Groetjes thuis, Maaike. Goed. Zie ik jou, Maaike. Ja, ja, prima, dankjewel. Wel thuis, hoi. Zal ik jullie jas aannemen? We doen wel ietsje aan reclame, maar heel veel van onze gasten komen binnen van mond-tot-mond reclame. Eigenlijk is dat ook de beste reclame die wij zelf ook prefereren. Want iemand is hier geweest, heeft het naar zijn zin gehad, vertelt het door. En ja, dan komt iemand anders binnen, of met diezelfde persoon, of met een andere setting, andere groep. En dat betekent dat iemand dus het leuk gehad heeft en die geeft het door. En dat zijn de leukste gasten die we hebben. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed. Kom je chillen? Ja. Of heb je een date? Nee, ik kom chillen. Al gezellig. Dat is speciaal voor jou. Ja, leuk. We doen veel aan social media. Twitteren, Facebook, noem maar op, dat soort zaken. Als er bijvoorbeeld een happening hier is in de buurt, in de Rijnhaven, dan tweeten we en dan wordt het geretweet. Daar komen mensen op af. Bijvoorbeeld als er een evenement is zoals de Wereldhavendagen wat we voor de deur hebben. Daar tweeten we dan regelmatig over. En nou ja, dat wordt doorgegeven. Nou, dat is allemaal free publicity, heet zoiets, geloof ik. Een klein beetje moeite doe je dan en dan verspreidt het zichzelf voort. Heeft u allergie op diëten? Dan vraag ik even wat hij vindt dat jullie moeten eten. En dan, ja, serieus. Ja, jij mag ook. Hij weet wat jij mag en niet mag. Dus. Je mag alles. Ah, ziet er mooi uit, jongens. Mooi, man. Wat ik aan tips en dingen anders zou kunnen doen die ik in de jaren heb geleerd is met de opbouw heel veel fouten gemaakt door eigenlijk geld weg te gooien waar we helemaal nooit 1 dag plezier van hebben gehad door fouten in de constructies. Wij dachten serieus dat wij ook gelijk architect waren en aannemer en bouwer in 1. Dus probeer gewoon wel de dingen neer te leggen bij de mensen die er echt verstand van hebben, want dan ga je anders heel veel geld over de balk heen gooien waar eigenlijk niet te gehoeven. Loslaten, weet je, Oer zegt ook altijd, houden van is ook echt loslaten. En het is ook het dingetje wat ik heel moeilijk vind. Dat moet sneller. Als je door wil groeien, moet je inderdaad ook dingen los kunnen laten. We hebben een nieuwe probeersel, dus even kijken of dat op de kaart kan komen. Jullie zijn een beetje proefkonijnen vanavond voor ons. Ik denk dat de grootste valkuil voor überhaupt voor ieder bedrijf is dat je achterover gaat zitten en je klanten gaat opwachten. Dat je passief wordt. Dat is denk ik voor ieder bedrijf de grootste valkuil. Dus je moet actief meegaan met de tijd, meegaan met de ontwikkelingen, scherp blijven, je producten evalueren, maar ook je eigen beleid evalueren. Doe ik het goed? Ja, nee. Maar waar moet ik het aanpassen? Ik denk dat dat de belangrijkste punten zijn om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Spannend. Eet smakelijk. De toekomst voor ons bedrijf is sowieso mogelijk tot 2019 blijven. We zijn een beetje aan het praten rechts en links om te kijken wat de vervolgstappen kunnen zijn als Oba eventueel moet verhuizen.
In wat voor setting we dat willen doen. Ik ben bezig met een sieradenlijn die echt heel spannend binnen gaat komen. Dus dat is voor mij een bedrijfsleider aannemen die ik vorige maand heb aangenomen. Ook een oud meisje wat hier gewerkt heeft, wat inmiddels volwassen genoeg is om hier bedrijfsleider te worden. En dat gaat fantastisch ook met haar. En waardoor wij een stap terug kunnen nemen met andere dingen bezig zijn. Want wat ik wel gemerkt heb en wat mijn valkuil ook wel een beetje is geweest de afgelopen jaren. Tuurlijk, weet je, zonder gasten ben ik niks en het bedrijf hoeft niet afhankelijk te zijn van een Maaike die hier rondloopt. En dat heb ik heel vaak met Oer erover. Oer zegt, jij maakt jezelf zo onmisbaar, vind jij, dat het bedrijf niet door kan draaien omdat een Maaike er niet is. Dat ik dat probeer voor mezelf een beetje los te laten. En door die bedrijfsleider kan ik dat hopelijk doen. Hebben er nog opmerkingen voor ons? Kom ik terug. Oh, dat is alleen maar goed. Nou, mooi, leuk. Ik kan de armbanden nog halen, joh. Ja. Yes, yes. Fijne voorstelling straks. En tot de volgende keer dan. Ja. Hey, schat. Goed. Hoi, lieverd. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ja? Ik zie haar niet als mijn werkgever. Nee. Eigenlijk kwam het van haar, want ik ben niet iemand die gelijk kan omhelzen of zo. Maar daar begon zij ermee. En dan, communicatie. Ja, een stuk waardering ook. En dan dat ga je voelen en dat ga je weer laten zien tegenover je werkgever.